Welkom bij een Aardeskunde podcast HAVO 5, de wereld van, voor het examen, globalisering. Dit zijn de hoofdstukken die behandeld worden. En we zijn nu aangekomen bij paragraaf 9, globalisering in Groot-Brittannië. En globalisering in Groot-Brittannië gaat vooral over dat je begrijpt waarom Groot-Brittannië een centrumland is. Je weet dat de economie van Groot-Brittannië is veranderd van een industriële in een diensteconomie. En je weet waarom in Groot-Brittannië de sociale en de ruimtelijke verschillen toenemen. En wat je goed moet onthouden en goed moet weten is eigenlijk dat als je centrumlanden met periferielanden gaat vergelijken, zoals we nu dus Groot-Brittannië met India gaan vergelijken in de komende paragrafen, dat er parallellen te vinden zijn dan dat je VS met bijvoorbeeld Mexico of Nederland, Indonesië Frankrijk met Indochina, dus het gedeelte van Zuidoost-Azië. Als je dat met elkaar gaat vergelijken, dan zie je parallellen. En dat moet je dus ook in andere regio's in de wereld kunnen toepassen als daar de juiste bronnen en juiste informatie bij gegeven wordt. Dus probeer ook breder te denken. Het geldt niet alleen voor Groot-Brittannië. Het is natuurlijk wel een wereldmacht geweest, maar er zijn parallellen te vinden met andere centrumlanden. Allereerst dus Groot-Brittannië, een centrumland. Dit is het Rijk op zijn grootst. En dan zie je eigenlijk dat het ontzettend groot is. Het is het Rijk waar de zon nooit onderging. Want als ergens de zon onderging, dan ging de zon wel ergens weer op. Of kwam die op. Ze zaten over de hele wereld. We hadden moederland Groot-Brittannië. En er waren een aantal verschillende soorten kolonies. Je had de Old Dominions, zoals ze dat in het Verenigd Koninkrijk noemen. Canada, Australië en Zuid-Afrika. Dat waren ook de plekken waar men naartoe ging om te wonen. Dan had je de, tussen aanhalingstekens, echte kolonies. Dan had je Kenia, Singapore, Hongkong, West-Indië. Daar werden grondstoffen en specerijen enzovoorts vandaan gehaald ten tijde van dus de kolonisatie. Dus dat was, als je weer even teruggaat naar de paragraaf van handelskolonialisme en exploitatiekolonialisme, hier werden echt de grondstoffen uit weggehaald. Dan heb je nog India, even apart, dat is een groot rijk, er werden natuurlijk ook grondstoffen uit weggehaald, maar dat rijk is helemaal, dat is een heel groot Brits rijk geworden. Met Pakistan, Bangladesh, Kashmir, India, allemaal Brits-Indië en dat is opgedeeld in meerdere landen. En tot slot heb je ook nog een aantal punten die gewoon militair gewoon heel erg handig waren. Dus Gibraltar, dan moet je de Middellandse Zee binnen, Cyprus, Malta, Suez, allemaal belangrijke locaties waarvan je als wereldmacht sowieso weet, hier moeten ze langs, dus laten we dit maar in handen hebben. Als je gaat kijken naar de Indiaanse subcontinent, dus het grote continent van Brits-Indië, dan had je eerst een handelskolonie en later veranderde dat in exploitatiekolonie. De industriële revolutie zorgde ervoor dat er een gebrek aan grondstoffen kwam. En om dat zichzelf te verzekeren, werd het rijk uitgebreid, zodat je meer grondgebied hebt en dan zijn de grondstoffen en ertsen zijn dus van jou. Het omvatte het huidige India, Pakistan, Bangladesh en een klein gedeelte van Myanmar, dat is Burma. En daar werden enorme winsten mee gemaakt. Het Verenigd Koninkrijk is ontzettend rijk geworden door hetgeen wat ze uit Brits-India hebben gehaald. Dus je ziet al meteen de wisselwerking. Het centrum wordt rijk van de periferie door grondstoffen te onttrekken en door eigenlijk de hele handelspositie over te nemen en het zich toe te eigenen. Waarom Groot-Brittannië ook een belangrijk speel was, en de reden dat het nog steeds is de Commonwealth, de gemene best. Ze hebben afgesproken dat als je vroeger bij de kolonie, dus bij het Rijk hoorde van Groot-Brittannië, dan blijft die samenwerking, ondanks dat mensen onafhankelijk worden, blijft bestaan.
Dus het is een vrijwillige samenwerking, een verbinding tussen 53 landen die vroeger dus bij elkaar in één rijk zaten. En er wordt afgesproken om binnen die Commonwealth, dus die gemeenebest, te gaan handelen. Voor sommige Britten is het bijvoorbeeld, als je het hebt over Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en Europees kampioenschappen, dan is een Commonwealth kampioenschap, heeft gewoon meer waarde dan een Europees kampioenschap. Zeker als je het hebt over sporten die Olympisch zijn. En dan heb je dus echt de gemenebest van naties, dus allemaal onafhankelijke landen die banden blijven houden met het moederland. En dat doen ze door middel van bijvoorbeeld een Commonwealth Bank, Commonwealth Games. En dan wordt dat elke keer in een stad gehouden wat vroeger dus, of nog steeds, tot Groot-Brittannië hoort. En dat is één groot spektakel en dat zorgt er weer voor dat die banden blijven bestaan. De huidige positie is, Groot-Brittannië heeft veel te danken aan de rijkdom dus vanuit de koloniale tijd. En Groot-Brittannië had de hegemonie in handen, dat wil zeggen dus de wereldhandel. Ze stonden boven alle andere landen qua handel, hadden een goede vloot. Dus men kon bepalen in Groot-Brittannië wat er eigenlijk in de wereld gebeurde. Het centrum van het centrum, zo kun je het zeggen. Nou, toen kwam dus de transformatie van industrie naar diensten. We hebben het al gehad over de industriële revolutie, dat grondstoffen nodig waren, die werden naar Engeland gebracht en die werden daar vervolgens in fabrieken tot eindproducten omgetoverd. Alleen dat ging veranderen, want het werd langzamerhand een diensteneconomie. En dus de diensten nemen toe, de industrie trok weg naar lagere lonenlanden en veel werkeloosheid eerst in instantie. En mensen gingen vanuit de landbouw in de industrie en vervolgens trekt die industrie weg. En moesten ze over op diensten, maar die banen zijn er niet meteen, dus dat heeft heel lang geduurd voordat dat een beetje op gang is gekomen en dat mensen andere banen hebben gekregen. Maar je ziet heel duidelijk dat als je kijkt naar Groot-Brittannië vanaf zo'n 100 jaar geleden, dat de landbouw langzamerhand aan het afnemen is, de industrie tot de jaren 60 een beetje op en aan en daarna een flinke daling heeft ingezet. En vanaf 1960 zie je dus ook dat de dienstindustrie is gaan stijgen. Nou, dit is dus een indicator waar we de vorige les over gehad, over hoe kun je landen met elkaar vergelijken. Centrumland, heel veel diensten, weinig industrie en weinig landbouw. Die Britse industrie, dat is de Industrial Revolution. Hè, dus dat begon in Groot-Brittannië, die waren als eerste in ieder geval in Europa die dat echt op grote schaal voor elkaar kreeg. Nederland volgde pas veel later. Het is een beetje de tijd van de Pinky Blinders. Ik weet niet of je de Netflix-serie kijkt, maar dat is deze tijd. En Liverpool en Manchester kwamen in één keer gunstig te liggen. Ze lagen aan het water, er was grondstoffen in de buurt. En mensen die zonder werk zaten, nou, dan heb je al heel gauw de juiste ingrediënten te pakken. En dan ontstond daar dus die grote industriesteden. Net al gezegd, dit is Pinky Blinders. Het is nostalgie, in ieder geval van Engeland. Het is een stukje geschiedenis van Engeland. En deze wijken worden nu langzamerhand een beetje gesloopt. En, want het is niet meer van deze tijd. Er zijn ontzettend kleine woningen, slechte isolatie, weinig licht. Dus je ziet dat dat aan het veranderen is en aan het verdwijnen is. Maar dat is meer dan logisch, omdat die wijken die moeten worden geherstructureerd, moeten worden opgeknapt. Dat zie je in Nederland ook het geval. Dus wat betreft parallellen te vinden, oude industriewijken worden opgeknapt, woningen worden up-to-date gemaakt. En je ziet dat dit soort panden worden omgetoverd tot luxere panden, waarbij steeds meer mensen weer in de binnenstad gaan wonen, omdat daar mooiere panden zijn en het goed vertoeven zijn. Ook wordt in Engeland de bevolking ouder, dus die willen graag dichter bij de stad, zodat ze minder vervoer hebben. En dat kan doordat allerlei oude gebouwen een nieuwe functie krijgen. Dus je ziet gewoon die stad en die wijk door herstructurering opgeknapt worden. En je ziet ook dat de focus verandert, want Manchester gaat zich nu focussen op technologie en industrie. Daar waar de maakbare industrie dus eigenlijk weggaat, komt dus nu
wel nog steeds industrie en technologie, maar het denkgedeelte. Dus de universiteiten, de research, de innovatie, allemaal dat soort dingen, dat gaat nu naar Manchester. En je ziet, als je kijkt naar de skyline, dan zie je de ene hijskraan naar de andere hijskraan om in het centrale zakencentrum daar te bouwen aan nieuwe kantoren, nieuwe research en development centra's. En de stad moet high-tech worden, of is al heel erg high-tech Manchester, maar wordt alleen maar meer. Het is dus een diensteneconomie en diensten werden belangrijk voor de Britse economie. Banken kregen steeds meer eigenlijk macht, kun je wel zeggen, binnen de Britse economie. Londen werd als wereldstad gezien natuurlijk. Banken en hoofdkantoren kwamen naar Londen. Verzekeringskantoren kwamen naar Londen. Kortom, alles wat in de wereld belangrijk is op financieel gebied, dat gaat ook naar Londen toe als een van de grote wereldsteden. Maar je krijgt dan ook heel veel ruimtelijke verschillen. Londen doet goed mee, maar wat van de rest eigenlijk, als je kijkt naar het Britse eiland, dan zie je dus dat het inkomen per hoofd van de bevolking, het gemiddelde, dus in Londen vele malen hoger ligt dan als je richting het noorden gaat. Dan zie je dat Schotland wel iets beter is dan het noorden van Engeland, maar nog steeds, Londen bepaalt het en hoe verder je van Londen afgaat, hoe minder er gemiddeld verdiend wordt. En dus je ziet gewoon dat de toenemende dienstenindustrie is nog steeds, en er moet dus gewoon banen voor terugkomen. En die banen komen eigenlijk alleen maar terug in de stad en nog niet op het platteland. En daardoor krijg je dus qua inkomen regionale ongelijkheid. Zij die wel meedoen met globalisering en zij die dus niet meedoen met globalisering. En dat zie je dus ook bij de komst van een EPZ of denk maar even aan Vierhaven, aan de Maquiladora in Mexico. Daar waar bedrijven naartoe gaan, daar gaat de economie en de welvaart omhoog. De omliggende regio's niet. Dus dat is nu gaande in Engeland en in Londen. Als je kijkt van centrumlanden, dat zijn vaak landen waar een positief migratiesaldo zijn, dus dat meer mensen naar Engeland gaan dan dat er weggaan. En je ziet ook al waar ze vandaan komen, voornamelijk vanuit de oude kolonies en natuurlijk vanuit Europa, waar het wat minder is, denk aan Polen. En die kun je dus scharen onder economische migranten die voor werk naar Groot-Brittannië gaan, net zoals in Nederland. En dus veel voormalige kolonies en vanuit de Europese Unie ook nog veel mensen. Hoe dat nu is, dat is nog even de vraag. Daar zijn nog niet genoeg gegevens van, want door Brexit is het natuurlijk minder aantrekkelijk geworden voor sommige mensen om naar Groot-Brittannië te gaan. Dus dat moet nog even wachten. En tot slot zie je ook dat er zo'n 200.000 mensen in 2018 naar China zijn gegaan, vanuit China naar Groot-Brittannië zijn gegaan. Wat dus betekent dat ook China in Groot-Brittannië probeert voeten aan de aarde te krijgen. Zijn we dus eigenlijk doorheen? We weten waarom Groot-Brittannië een centrumland is. Het heeft een wereldstad, het heeft een diensteneconomie. Het is vanuit de kolonie, de koloniale tijd, nog steeds een wereldmacht. Je weet dat de industrie veranderde, dat ging weg en daar kwamen diensten voor in de plaats. Wat dat deed met de lokale bevolking en de inrichting van het landschap. En er is een soort van herstructurering plaats gaan vinden, waarbij in de steden die industrie wordt omgezet in diensten en de omliggende regio's minder meedoen dan de steden zelf, waardoor dus regionale ongelijkheid ontstaat. Nou, mocht je nog meer willen weten en meer willen luisteren voor je examen of je tentamen, meld je aan op David Pijpaard, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe podcasts die komen. En dan wens ik je succes met het leren.